Ja, als Dullaleur die naar buiten draait, maar ja, daar zijn ze voor gewaarschuwd. Pemberton, ja, en meteen een bom. Kruithof die zich daar liet aftroeven. Ja, dat is de sterkte natuurlijk van Wout Leemans. Cliff Hammonds, ja, dat kan hij ook. Tweede bom, ja, en meteen kort op de huid. Cartier, goede help van Leemans. Ja hoor. Pemberton. En Jones. Oh, en Dullaleur op ja, zijn eenvoudige manier. Wout Leemans tegen Kok. Boom! Daar is Jones, zijn visitekaartje. Dat lijken kleine dingen, maar dat heeft wel een impact. En daar is Pemberton, dan kan ik hem bedienen, zegt hij. Wachtte netjes tot Cook daar weg was. Goeie rebound van Jones weer. Laat zich toch wel voelen daar. Pemberton, knap gedaan. Goeie pas van Jones ook. Nou ja, en daar is opnieuw Marco. Je ziet de snelheid die jongen heeft. En Holmes op sterkte. Ja, ja, ja. Ook dat. Oké, natuurlijk, hè. Kijk hier, de fysieke sterkte van Holmes. Die meteen laat weten aan Huurman. Ook Leiden heeft 4 ploegfouten. Dus Limburg kan hier zeker nog een vrijworp gaan halen. Goed gespeeld. Bam! Van der Hagen. De assist is van Holmes. En dan heb je net die break achter de rug van 2 minuten. En na 38 seconden moet je terug in een time-out duiken. Huurman. Hier is weer die mismatch. Pemberton tegen Cartier. Cartier kan die eigenlijk niet houden. En daar is Pemberton opnieuw. De help moet de komen. De swish voor de knal. Ja. En de 3-punter. Ja. Heel goed gespeeld. Makomba, ja, die kan dat hoor. Goeie rebound van Van der Hagen. En daar loopt de swish al. En dat hadden ze niet in de gaten bij Leiden. Meteen time-out. Kijk, ja, toch gooit in ja, plaats van shot. Koek wist gewoon niet wat de shotklok was. Ja, nee, nee. Van der Hagen opnieuw. En de score. Dat is Pemberton dit keer. En dan heb je net die break achter de rug van 2 minuten. En na 38 seconden moet je terug in een time-out duiken. Ja. Die Limburg nog de kans geeft op een aanval, wilde ik zeggen. Maar dat is niet zo. Pemberton. Daar staat die bal van der Hagen. En ja, een bom om de eerste helft te beëindigen. Is dat natuurlijk wel in orde. Van Leiden. Eerste die aanvallende rebound. En die onwaarschijnlijke misser van Kruithof. Dan bijna een steal van Leiden. Die bal komt terug bij Pemberton. Ja, aan beide kanten. Weinig verdedigende rebounds moet je zeggen. Daar staat Dullaleur opnieuw aan het kanon. Dit keer wel een bom. Je moet hem natuurlijk niet blijven die shots geven, hè. En als tegenstander kun je niet blijven die open posities geven, hè. Goeie verdediging van Jones. En het is een lip die bloedt, denk ik. En daar is Pemberton opnieuw met de Eurostep. En de score. Loopfout gevonden. Bonus bovenop. Oei. Laat ons eens even kijken. 1, 2 en lay-up. Dit is een pure Eurostep. Hoe is het mogelijk dat dit afgefloten wordt? Man. Zo veelzijdig. En de steal van Pemberton bij Makonda. Boom. En zo staan er 11 punten in het verschil op het bord. Ja, Holmes die een beetje trekken beent, maar dat is misschien eerder vermoeidheid dan ergens een blessure, denk ik zo. En ook Jonas Dullaleur even ademhappen. Ja. Cartier. Ja, dit is geen... Jones is hem kwijt. Goed geholpen van de Swiss daar. En daar is Wout Leemans. Ja, Van der Hagen in een geweldige mismatch. Niet opgemerkt ja, door Leemans. En dan gaat... Ja, van de Swiss maar zelf. Het was misschien net een stapje te laat. Als hij daar even wat dichter gestaan had, had hij misschien de steal gehad. En Pemberton blijft doordoen. En weer een steal op Koek. Die zijn paas niet rond krijgt. Nee, maar weer een stevige verdediging van Pemberton daar. Ja, van de Swiss. Boom. Pemberton, die zat in de tang. Kunnen de bal krijgen al. Dullaleur dan van heel ver. Boom. Ja, van der Hagen 12. Pemberton 21. En blokschot van Dullaleur. En intussen is Duco Bos komen meespelen bij Leiden. En Pemberton die doet er nog wat bij. Ja.